En wat hier gebeurt, dat je dus echt deze kaalslag laat zien op al deze terreinen. En dan bovendien ook nog eens een keer in een gebied waar de krimp is, waar de vergrijzing komt. Waar juist het ongelooflijk belangrijk is dat je probeert om de jeugd hier vast te houden. En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Ja, juist in zo'n gebied moet je dan natuurlijk niet de voorzieningen zo de kop gaan afdrukken. Zoals hier gebeurt. Kortom, ik vind het voor mijzelf weer erg goed om nou nog eens te horen en te zien van wat er allemaal gebeurt. En tegelijkertijd doet het me dus ook verschrikkelijk veel pijn. En het is voor mij ook des te meer reden om ook op de manier waarop wij daar dan in Den Haag mee omgaan, om ook dit, met dit soort ervaringen daar dan weer eens een keer terug te gaan naar Den Haag. En daar komen natuurlijk nog een heleboel slechte boodschappen bij. We hebben op het gebied van sociale werkplaatsen, op het gebied van jongeren die niet 1, 2, 3 mee kunnen in normale banen, daar krijgen we nog een enorme klap te verwerken. En dat zullen de gemeentes zullen dat ook nog een keer gaan merken. Dus we zijn er ook nog niet. En ook over de arbeidsplaatsen die hier verloren gaan, dat zullen we nog niet. Maar een beschaving hoort zijn zwakkere mensen mee te nemen. En dat hoor je te respecteren. Nou, en dat, ik wil echt ook de bibliotheek en de muziekschool van, kijk wat meer naar je burgers, neem ze mee. Hè? En we kunnen het hier gewoon niet bij laten zitten. Nou, dat zou ik toch maar even zeggen. Dat moet nou in de krant. En als ik dan het verhaal over de bibliotheek hoor, waarin je probeert met man en macht om daar te redden wat er te redden valt, want zo heb ik het verhaal gehoord, dat je probeert om dat toch zoveel mogelijk eruit te halen. Ik ben het daar zo mee eens. Het is zo makkelijk om te zeggen van nou, iedereen is behoorlijk opgeleid, en we hebben nou toch internet en je zoekt daar je weg maar uit en je kan dat zelf. Maar ja, als er nou iets is wat je ook echt nog weer moet leren en waar we nou juist ook onderwijs en school en scholing voor nodig hebben, dat is je wegzoeken in die enorme stroom aan informatie die er is. En dat je daar enige hulp en ondersteuning bij nodig hebt, ja, ik vind dat vanzelfsprekend. En, maar goed, als ik dit soort verhalen dan hoor, dan denk ik aan de andere kant van, nou, het is een gouden kans voor de Partij van de Arbeid. Maar ik vind tegelijkertijd ook heel verschrikkelijk dat het een gouden kans is. Maar het is een gouden kans, want wij zouden dat inderdaad op een hele andere manier doen. Wij gaan wat dat betreft echt uit van een andere visie op de samenleving. Niet een visie die zegt van individuen die zijn er en die moet je maar in hun kracht zetten. En ze zoeken het verder maar uit. En degenen die daar sterk in zijn, die komen daar een stukje beter uit dan de mensen die wat minder goed zijn. En alleen de allerschrijnendste gevallen, zo zegt Mark Rutte dat altijd, voor de echt schrijnende gevallen, daar doen we wat voor. Nou, wij zeggen die gemeenschap, en misschien is het woord gemeenschap in dit verband wel ongeveer hetzelfde als dat normenschap. Daar moet je wat aan doen. En daarvoor moet je ook zorgen dat mensen die hier, dat je met elkaar ook echt geld opzij zet om dingen te doen die je alleen niet kan. En daar gaat het hier over dit soort dingen die je niet. Dan gaat het over bibliotheken, dan gaat het over cultuur, dan gaat het over welzijnswerk. En dan al die dingen die we met elkaar hebben opgebouwd. Ik denk dat we over een paar jaar zullen zien hoe je op de koffie komt. En ik vind het dus ook heel goed dat je hier daar ook. Ja, ik zou er dus ook echt heel veel oppositie tegen voeren. En ik vroeg dus ook expres van wat zijn dan de alternatieven die er zijn. Want laten we wel zijn. Ook wij, als wij in het college hier zouden zitten, of als wij in de regering zouden zitten, ook wij zouden er niet aan ontkomen om te bezuinigen. Dat is natuurlijk zo. We hebben de crisis die er is, die moet opgelost worden. Maar het gaat er wel om de manier waarop je dat doet. En dan is het ook, vind ik het ook heel reëel om te zeggen dat ook hier zou de Partij van de Arbeid dus bezuinigd hebben op dit soort instellingen. Kan niet anders. Maar ik geloof ook niet dat iemand vanuit de muziekschool of vanuit de bibliotheek of vanuit het welzijnswerk daarvan zou zeggen van nee, maar dat kan allemaal niet. En natuurlijk wil je het liefst dat er niet op bezuinigd wordt. Maar het moet, en als het moet, dan kan je ook gaan kijken hoe het moet. En natuurlijk moet je dan een beetje inkrimpen. Dat kan allemaal niet anders. En daar hebben we ook wat voor over. En wat dat betreft heb ik zelf ook altijd het gevoel, jazeker, we betalen belasting, maar je krijgt er ook wat voor. En dat is voor ons tegelijkertijd ook weer de plicht om ervoor te zorgen dat we ook volstrekt helder en duidelijk maken dat we die centen ook goed besteden. En natuurlijk, dat kan altijd beter. En er is ook kritiek op alle mogelijke overheidsinstellingen. En die kritiek is vaak terecht en die moeten we ons ook aantrekken. Maar die is belangrijk, die gemeenschappelijke voorzieningen. En jullie zullen dat hier ook nog weer merken.
Nou, het klinkt dan een beetje raar om te zeggen dat ik jullie zeer bedank voor de inleidingen die jullie gehouden hebben. Dat is ook zo, maar ik word er niet blij van.